Ik denk gewoon hoe langer we het zeg maar nog even niet doen, hoe eerder het uiteindelijk wel en dan legaal mag, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon het beste is. In het coronatijdperk konden mensen van het één huisfeestje naar het andere huisfeestje rollen. Maar nu met een limiet van 1 bezoeker per dag is dat natuurlijk een beetje onmogelijk. Maar de huisfeestjes zullen gegarandeerd plaatsvinden. Want ja, na 1,5 jaar lockdown hebben mensen toch wel behoefte aan contact. Dus wij gaan vandaag eens even op zoek naar de feestbeesten hier in Groningen. Ik ben wel naar een huisfeestje geweest in coronatijd. Ja, ik wel. Nee, ik niet. Nee. Dus ik hoor wel het een of ander dat er weer even een feestje is geweest. Maar ik zelf doe er niet echt heel erg aan. Nee, ik hoor het ook inderdaad om me heen, veel, vooral studenten, dat die toch, ja, ook wel mensen die gewoon met hun huisgenoten zijn, dus die al wat gewoon mag, ja. Maar ook wel mensen die toch veel mensen uitnodigen. Ja. Ik heb wel vrienden, zeg maar, die gaan allemaal naar huisfeesten met heel veel mensen. Ik snap wel dat je er op een gegeven moment klaar mee bent, dat je niks kan doen, zeg maar ik heb het persoonlijk niet gedaan, het is gewoon niet de bedoeling. Ja, het is wel gezellig natuurlijk, maar eigenlijk kan het niet, maar zo heel af en toe, dan moet het wel kunnen. Ik vind het zelf ook wel moeilijk en ik doe het zelf natuurlijk ook wel soms, dat je met iets meer mensen dan echt het mag. Maar omdat ik nu nog wel echt thuis woon, moet ik er wel iets meer aan houden. Maar ik snap het wel. Studenten zijn nu ook op zoek naar dingen die ze wel kunnen doen. Maar het is natuurlijk niet heel verantwoord. Ik vind het ook lastig. Zeg maar heel dubbel, want aan de ene kant denk je van, oh, het is echt niet goed. Maar het is nu al zo lang en dan heb je soms toch ook het gevoel dat je denkt van, ik snap het ook wel weer een beetje. De huisfeestjes, die worden eigenlijk gewoon nog wel gehouden en mensen gaan er ook heen. Of dat nou kan, dat valt te betwisten. Heb jij nou algemeen hierover? Ga jij naar huisfeestjes? Of vind je dat we lekker met z'n allen moeten wachten? Laat het weten in de reacties.